De legislatuur van het Vlaams parlement zit er bijna op. N-VA, CD&V en OpenVLD vormden samen tussen 2014 en 2019 de meerderheid in de koepelzaal. Samen met Bjorn Joska, fractieleider van Groen, maakt Joris van der Poorten het rapport op van de leden van het Vlaams parlement, de regering en hun beleid. In de aanloop naar de verkiezingen praat ik met de fractieleiders van de zes partijen die in het Vlaams parlement vertegenwoordigd zijn. Mijn gast vandaag is Bjorn Joska van Groen. Dag, meneer Joska. Goedemiddag. Ja, hoe blikt u voor uzelf terug op de afgelopen legislatuur? Ja, de vorige keer heeft u Philippe Athée opgevolgd, maar toen hij voluit voor Gent is gegaan, bent u Vlaams parlementslid geworden. Maar deze keer was u fractieleider. Dat is toch nog iets anders? Ja, dat is iets anders. Dat is een boeiende job. Niet enkel in het parlement, maar ook achter de schermen heb je toch wel een pak meer werk. En voor de schermen is het natuurlijk zo dat je bij actualiteitsdebatten of bij actualiteit toch regelmatig mee je debat ingaat. Dus ja, ik vond het vaker boeiend, het gezicht ook van de fractie. Ja, ik vond het een boeiende periode. Ik heb eerlijk gezegd mij wel geamuseerd de laatste 5 jaar. Ja, uw werk is ook geapprecieerd door een krant als het Nieuwsblad, dat alle parlementsleden een score op 5 heeft toegekend. Slechts 2 parlementsleden hebben een maximumscore gekregen. Matthias Diependalen van de N-VA en uzelf. Het is wellicht een open deur intrappen, maar u bent wellicht blij met dat rapport? Ja, dat deed wel deugd, omdat je natuurlijk heel wat tijd investeert. En pas op, ik ben niet de enige die zeer veel tijd investeert. En in mijn fractie zaten nog een aantal mensen met een goede score. Ook als ik kijk naar mijn federale fractie, dan moet ik eerlijk zeggen, de Groen parlementsleden hebben daar over het algemeen zeer goed gescoord. En dat doet toch wel deugd, omdat het zijn vaak geen evidente jobs. Men heeft deze keer ook meer gedaan dan gewoon de vragen op te tellen of de tussenkomsten op te tellen. Men is ook gaan kijken op welke manier is het gebeurd. Ja. Ja. Nu, gerespecteerd door vriend en vijand, lees ik dan in uw rapport. En dat doet me denken aan een opvallend moment vorig jaar. Ik kreeg letterlijk applaus van de regeringsbanken toen u toegaf dat de uitdrukking moordstrookjes om het te hebben over fietspaden misschien toch niet zo gepast was. Hoe blik je terug op die periode? Wel, het was in deze studio, denk ik, dat ik de uitspraak heb gedaan. Ik heb dat op het moment zelf beslist. Om de heel eenvoudige reden. Ik heb natuurlijk, toen u op het spreekgestoelte stond. Toen ik op het spreekgestoelte stond, had ik voor mezelf zoiets van, het is ook als politicus geen schande om af en toe een uitspraak die verkeerd begrepen is, om daar eigenlijk excuses voor aan te bieden. En in fietsmiddels wordt die term gebruikt, maar ik had hem ook een stuk gelinkt aan de minister. En het is natuurlijk niet wijd zijn verantwoordelijkheid dat die stroken daar gekomen zijn. Het is natuurlijk wel onze verantwoordelijkheid, vind ik, als parlement, maar ook als Vlaamse regering, om ervoor te zorgen dat die stroken worden opgelost. Want ik kom ze nog altijd te veel tegen. Maar het was op die moment, vond ik, gepast om zeer duidelijk te maken dat ik daar niet iemand, en zeker niet Ben Weijs, persoonlijk mee viseerde. Goed, er ligt nog werk op de plank, wat dat betreft. Werk op de plank, ja. Ik hoorde de minister zelf zeggen, er is nog een kwantumsprong nodig. Dat is zo, ja. Dat zegt hij, maar erkent u dat hij ook veel gedaan heeft op dat vlak? Wel, ik... Er is heel veel geïnvesteerd, hè? Er is zeer veel... richting Brussel onder meer. Ja, er is zeer veel geïnvesteerd. En ik denk dat de verdienste van Weijts is dat hij voor de eerste keer door die grens van 100 miljoen euro is geraakt. Hè. Er is vorig jaar ongeveer 138 à 144 miljoen euro geïnvesteerd in die fietspaden. Is van belang. Maar je mag natuurlijk langs de andere kant ook niet vergeten dat ook andere budgetten op vlak van mobiliteit naar omhoog zijn gegaan. En de vraag is vaak, want dat is soms moeilijk om uit te maken in het Vlaamse parlement, hoeveel is van die 138 echt naar fietspaden gegaan? Soms zijn het werken die te maken hebben met fietspaden. Nu, alleszins is het zo, we hebben een eerste stap gezet en nu moeten we door op dat elan. Omdat ik denk dat verkeersveiligheid is een prioriteit bij de Vlamingen. Heel wat mensen zijn bereid om met de fiets zich te verplaatsen, op voorwaarde dat het natuurlijk veilig kan. En dus vandaar, het is ook wel een goede zaak, denk ik, dat de meeste partijen vandaag zeggen, voor ons moet dat budget op zijn minst naar 300 miljoen. Wij willen zelfs een pak verder gaan, omdat we er echt van overtuigd zijn. Ja, de Fietsersbond ook, hè? Ja, maar omdat we er echt van overtuigd zijn, als je die mobiliteitsknoop moet ontwarren, dan zal de fiets daar één van de puzzelstukken zijn. En ik kom heel wat mensen tegen nu, zeker in campagnetijd, als je op straat loopt, die zegt, ja, maar ik wil wel fietsen, op voorwaarde dat het op een veilige manier kan, en daar moeten wij voor zorgen. Ja. Waarnemers hebben ook gewezen op de gevoelige daling van het aantal verkeersdoden tijdens deze legislatuur. Er zijn trajectcontroles ingevoerd, veel meer dan er al
waren. Op de gewestwegen is de maximumsnelheid van 90 naar 70 km per uur teruggebracht. Allemaal zaken die nodig waren, die u ja, op het konto van deze regering dan toch mag schrijven? Ja, ik denk voor mij geen enkel probleem om dat ook toe te geven. Dat is ook telkens gebeurd met een zeer brede steun in het parlement over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. We weten allemaal dat snelheid zowat de belangrijkste factor is als oorzaak voor verkeersongevallen. Dus is het goed dat er op snelheid wordt gecontroleerd. En dus op dat vlak geen enkel probleem. En ook op gewestwegen, zeker daar waar het toch nog altijd fietspaden langs de kant liggen, is 70 en soms zelfs 50 echt wel nodig om die verkeersveiligheid te garanderen. Ja. Nu, één nuance misschien. De algemene cijfers zijn gedaald. Daar heb ik geen enkel probleem mee om dat toe te geven. Maar we zien wel bij fietsers en bij voetgangers stijgende cijfers. Dus het is daar dat we op zullen moeten werken. Ja, natuurlijk. De manier waarop we fietsen, als je het vergelijkt met 5, 6, 7 jaar geleden, is ook wel veranderd. Hè. Er zijn bakfietsen, speed pedelecs, gewone fietsen, elektrische fietsen. Die rijden allemaal door elkaar op datzelfde fietspad. Dat moet anders. Wel, we zullen daar dus inderdaad moeten nadenken. Wie krijgt welke ruimte? Ja. En daarover gaat het. En je ziet op, ik zelf fiets elke morgen op een fietspad dat breed genoeg is, twee richtingen fietspad, waar je al die diverse fietsers tegenkomt. Dus op het moment dat die mensen genoeg ruimte hebben, dan is het risico op ongevallen veel kleiner. Dus het zal echt een discussie zijn, hoeveel ruimte geven die fiets. En dan moet ik eerlijk zeggen dat wat ons betreft, zeker in steden, rond steden, er veel meer ruimte moet komen voor mensen die fietsen. Ja. Nu, deze regering heeft het budget voor mobiliteit enorm laten stijgen, hè, naar in totaal bijna 10 miljard euro, maar we staan nog steeds in de file. We gaan toch nog iets anders moeten verzinnen dan alleen maar hogere budgetten, denk ik. Dat is ik denk dat daar de Achillespees ligt van deze Vlaamse regering en van Ben Weitz in het bijzonder. Ja, hoe ver kan je een budget laten stijgen als je vaststelt dat we nog steeds vaststaan? Maar je moet ook op de alternatieven inzetten. En wat we daar zien, en nog niet langer dan gisteren kwamen er opnieuw tevredenheidscijfers van de lijn buiten. Hij heeft wel degelijk bespaard op het exploitatiebudget bij de lijn. Niet op de investeringsbudgetten, maar wel op de uitbating. Waarbij dat je ziet dat mensen die de tram en de bus gebruiken veel minder tevreden zijn. Hij rijdt minder stipt. In Antwerpen worden heel wat ritten eigenlijk afgeschaft wegens te weinig chauffeurs. Dus in mijn ogen heeft hij daar een stuk de lijn kapot bespaard. Waarom zeg ik kapot bespaard? Dat is een vrij zware term. Het is nog niet meer dan een legislatuur geleden dat Hilde Kreeveld zei van kijk, ik heb alles wat bespaard kon worden bij de lijn bespaard. Als ik nu dieper snij, dan snij ik eigenlijk in het spierweefsel en in het bot. In de dienstverlening. In de dienstverlening. En Ben Weitz is wel degelijk een stap verder gegaan. Hij heeft op de afgelopen 5 jaar ongeveer 300 miljoen euro bespaard op exploitatie. En dat staat haaks op het feit dat mensen de dag van vandaag alsmaar langer in hun file staan. Dan moet je juist investeren in een robuust openbaar vervoer. Ik wil niet zeggen dat er geen efficiëntiewinsten kunnen gemaakt worden, daar sta ik voor open, maar hij heeft fundamenteel op de dienstverlening bespaard en dat geeft dan het gegeven dat heel wat mensen die vandaag bus en tram gebruiken niet zo tevreden zijn over die dienstverlening. Ja, nog een ander mobiliteitsdossier is dat van het rekeningrijden. Het dossier zou beslissingsrijf worden gemaakt, waardoor het tijdens de volgende legislatuur dan snel zou kunnen ingevoerd worden. Het lijkt nu op de lange baan te zijn geschoven. Hoe zwaar tilt u daaraan? Dat is voor mij de diepste ontgoocheling van de afgelopen legislatuur. En ik zeg dat echt. Vindt u dat nog erger dan het mislukken van het uitstellen van de betonstop? Ja, nu vraagt u mij een dilemma waar ik moeilijk in kan kiezen. Ik vind de betonstop ook van belang, omdat behoud van open ruimte in Vlaanderen ook wel een belangrijk thema is. Maar de rekeningrijden, dat vind ik eigenlijk de diepste ontgoocheling. Hij heeft daar opnieuw kamerbreedte steun gekregen om dat onderzoek te doen. Hij heeft ook altijd in het parlement gezegd, ik ga dat dossier beslissingsrijp maken, de volgende Vlaamse regering gaat moeten beslissen. En dan is hij zeer duidelijk door zijn eigen partijvoorzitter teruggefloten. Hij heeft men een bocht genomen. Er zijn ook een aantal andere partijen die een bocht hebben genomen. Terwijl, als ik me niet vergis, Bart Wever hemzelf ooit heeft gezegd van, ja, maar zoveel mogelijkheden hebben we niet. Stel dat jullie de kans krijgen om te gaan besturen, dan komt het er wel? Ik zeg niet dat het er dan wel komt. Je bestuurt nooit alleen, maar ik geef wel mee. En ik heb dat ook al eerder gezegd, als wij aan een onderhandelingstafel komen, dan schuiven we dat dossier opnieuw op tafel. Zou het een breekpunt kunnen zijn? Want u zegt het is de diepste ontgoocheling. Ik vind het de diepste ontgoocheling, maar ik spreek niet graag over breekpunten. Ik weet ook niet hoe de kiezer de kaarten gaat schudden op 26 mei. Met wie we komen we aan tafel en met wie komen we aan tafel. Maar het is wel zo dat we met Groen opnieuw dit op tafel leggen, omdat ik denk dat iedereen die dagelijks... U legt het op tafel
maar goed, als andere partijen het been zouden stijf houden, dan is dat maar zo. Wel, laat ons hopen dat degenen die nu als angsthazen wegkruipen, na 26 mei mogelijk toch opnieuw de redelijkheid zien en dat er toch iets zal moeten gebeuren om dat verkeer meer te sturen. Als je weet dat vandaag mensen die een uur in de file staan, dat kost aan de samenleving ongeveer 10,5 euro per auto per uur. De economische kost, de milieukost, het feit dat je tijd ligt te verliezen. Dus ik denk dat we toch wel met z'n allen moeten durven nadenken om te kijken hoe dan is 40 cent per uur bedragen die circuleren daar niks mee vergeleken. Wel, ik ga mij niet vastpinnen op bedragen. Wij hebben zelfs als parlement nog niet eens de studie gezien. Ik stel vast dat de voorzitter van de grootste partij daar lustig over communiceert en zijn bocht neemt, zonder dat Ben Weitz de studies aan het parlement heeft laten zien. Maar ik zeg nog eens duidelijk, als wij aan een tafel komen, dan schuiven we dat dossier. Misschien toch nog één puntje over mobiliteit. Doorbraak in het Oosterveel-dossier. Maar goed, we gaan nu wel 10 jaar werken tegemoet, hè? Ja, ik vind dat een zeer goede zaak dat daar een doorbraak is. En dat is een beetje in de achtertuin, hè, als lokeraar? Ja, ik heb een grote achtertuin, dus die loopt tot in Antwerpen, dat is geen probleem. Nu, ik zit hier ook namens Vlaanderen in het Vlaams parlement, dus op dat vlak geen probleem. Maar ik denk dat het van belang is dat daar een doorbraak is. En eigenlijk had men al veel langer die doorbraak kunnen forceren. Op het moment dat men die actiegroepen ook als serieuze gesprekspartners aan tafel zou hebben, dat heeft men nu eindelijk gedaan. Dus ik hoop dat het ook in andere dossiers, ik zie dat ook in kleine lokale dossiers in mijn eigen gemeente, maar ook op grotere dossiers, dat we veel meer gaan in een soort van samenwerking met die samenleving bepaalde dossiers kunnen versnellen. Dus een goede zaak dat dat ook rond de Oosterweel is gebeurd. Het is hier al gevallen, die betonstok, de 4 decreten, die het mogelijk moeten maken, die zijn niet door het parlement geraakt. Het keert wellicht terug. Moet nu op een wit blad herbegonnen worden of kunnen we verder werken op wat er reeds gedaan is? Want er was kritiek van de Raad van State onder meer, hè? Ik zeg niet dat we op een wit blad moeten vertrekken, dat zou intellectueel oneerlijk zijn, maar het broddelwerk dat is afgeleverd door deze Vlaamse regering, want ik heb uit vertrouwelijke bron alle adviezen ook ter beschikking gekregen, het broddelwerk op juridisch vlak dat deze Vlaamse regering heeft afgewerkt, heeft opgeleverd, is beneden alle pijl. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat een behoorlijke blamage voor Geert Bourgeois, minister-president en jurist. Ik denk dat hij veel beter het dossier naar zich toe had getrokken. Zoals hij gedaan heeft met de boskaart. Eigenlijk wel, want hetgeen wat men heeft afgeleverd doorstaat echt de toets aan de kritiek niet. Dus we zullen toch nog een stevig tandje moeten bijsteken. Maar hoor, we kunnen verder werken op wat er ligt, wat de principes betreft, wat de juridische uitwerking betreft. Dat huiswerk moeten we opnieuw maken. Dat huiswerk zal volledig opnieuw moeten gebeuren, want er staan fundamentele kritieken in. En het is een belangrijk dossier, omdat open ruimte in Vlaanderen is schaars. Die wordt met een hoge snelheid, de dag van vandaag, zelfs meer dan 7 hectare per dag wordt ingenomen. Vroeger was het 6. Met de betonstop, de aankondiging daarvan, is het gestegen. En dus op dit moment vind ik dat die Vlaamse regering op een fundamenteel dossier, wat ze zichzelf ook als opdracht had gegeven, want het was voor Geert Bourgeois de klimaatmaatregel in 2016, men behoorlijk heeft gefaald. Ja. Als ik u vroeg naar rekeningrijden, toen zei u, een coalitie smeren is natuurlijk kijken wie wil meegaan en tot hoever wil iedereen meegaan. Dat is natuurlijk met die betonstop net zo. Hè. Wil iedereen zo ver gaan als Groen wil gaan? Wil iedereen zo ver gaan als de VLD wil gaan? Want die willen natuurlijk heel veel geld uitgeven aan mensen die hun bouwgrond omgezet zien in andere grond. Ja, vreest u niet dat daar ook een soort van middelmatig compromis uit de bus zal komen op termijn? Wie er ook aan tafel zit? Ik hoop dat dat niet het geval is, want we hebben de studie gehad van het VITO die een paar maanden geleden verschenen is, waarbij ook de kostprijs, Instituut voor Technologisch Onderzoek. Ja. Waarbij ook de kostprijs is berekend van dat verspreid wonen. En dat verspreid wonen kost de samenleving gigantisch veel geld. Je moet uitgeruste wegen hebben, je moet riolering leggen, je openbaar vervoer geraakt in de knoop. Kijk naar de discussie rond de basisbereikbaarheid, waar het ook vaak over verspreide bewoning gaat. Dus ik hoop, en wat ons betreft is het duidelijk, met Groen aan tafel gaan we naar een ambitieuze betonstop, omdat, denk ik, Vlaanderen, er is ook wel draagvlak in Vlaanderen om die open ruimte nu eindelijk te bewaren. En daarvoor zullen we moeilijke knopen moeten doorhakken, maar daarvoor neem je ook politieke verantwoordelijkheid. Ja. Over klimaat gesproken, die Vlaamse regering die heeft op de valreep nog een klimaatpanel met experts aangekondigd, nog eens 75 miljoen euro vrijgemaakt uit het Klimaatfonds.
om onder meer sociale woningen, scholen te renoveren, die beter te isoleren. Een goede zaak dat er dan toch tenminste nog uitgekomen is? Een zeer goede zaak dat er toch is uitgekomen, maar voor degenen die het Vlaams parlement volgen, dit stond al aangekondigd in het centenblaadje van Bart Tommelijn voor de begroting 19. Dus voor mij was het geen grote verrassing. Goed dat dat panel er komt. Alleen vraag ik mij af, al degenen die nu de slimme kilometerheffing van tafel hebben geveegd, wat ze aan Europa gaan vertellen, want de slimme kilometerheffing zat in het goedgekeurde klimaatplan van de Vlaamse regering, wat men ook bij Europa heeft aangemeld. Dus de grote vraag die ik heb aan al deze heren en dames die nu plots zeggen, rekening rijden gaan we niet doen, hoe gaan we de CO2-uitstoot, de doelstellingen daarvan halen, want op dit moment zit daar een groot gat in de rekening. Ja, ik wil nog eens terugkeren naar het begin van de legislatuur. Over rekeningen gesproken. De Vlaamse regering heeft toen structureel 2 miljard moeten besparen. Daar was toen felle kritiek op. Maar is het achteraf bezien toch geen goede keuze geweest van de meerderheid? Want die levert nu toch al enkele jaren op rij een begroting in evenwicht af. En dat was misschien toch alleen maar mogelijk met die besparingen in het begin van de legislatuur. Wel, ik steek niet onder stoelen of banken. Wij hebben ook in onze zuurstofbegroting, want we hebben hier een alternatief op tafel gelegd. Geert Bourgeois dacht dat we het nooit gingen durven. We hebben het toch gedaan. Waar ook besparingen in zaten, maar op een geleidelijke manier. Waar we op hetzelfde resultaat zouden uitgekomen zijn. Alleen zouden we niet zo snel, zo radicaal gesneden hebben als men onder Bourgeois 1 heeft gedaan. Het gevolg was wel dat hij massaal heeft kunnen investeren natuurlijk. Wel, de investeringen zijn terug op niveau, helemaal op het einde van de legislatuur. Maar ik ga ook niet verhelen dat daar inderdaad ruimte zit, ook voor toekomstige ploegen, om duidelijke politieke keuzes te maken. En dat geeft ook wel wat ruggensteun om een beleid na 26 mei te voeren, waar wel een pak ambitie in zit. Maar langs de andere kant, laat ons niet vergeten, deze Vlaamse regering heeft dat ook alleen maar kunnen doen door toch 2 jaar die turteltax op de mensen los te laten, wat toch betaald is door iedereen met een gewone energiefactuur, die ondertussen tweede belastingsbrief geworden is, daar heeft men 700 miljoen euro op gehaald. Goed, die turteltax, heeft de regering ook altijd gezegd, is het gevolg geweest van de oversubsidiering van de zonnepanelen. Een subsidiering die nog teruggaat uit de tijd van de regering De Waal, waar de voorganger van uw partij deel van uitmaakte. Jullie zijn toch altijd fan geweest van de subsidiering van die zonnepanelen? Maar niet van de oversubsidiering. En dus wat ik eigenlijk vaststel, is dat men toch wel een aantal dingen in die energiefactuur heeft binnengestoken, die weinig met de energiefactuur te maken heeft. Het is de overheid die daar een fout heeft gemaakt. En toch hebben ze laten betalen door iedereen, door alle Vlamingen. Goed, Tommelijn heeft die tax dan ook veel teruggetrokken. Omdat het Grondwettelijk Hof hem ook erop gewezen heeft dat ze eigenlijk niet correct was. Maar men heeft wel 2 jaar lustig geïnd en op die manier ook een stuk die Vlaamse begroting op orde gekregen. Ja. Nu, inderdaad. Maar ik wil nog eens terugkeren naar die besparingen die in het begin van de legislatuur zijn doorgevoerd. Heel veel kritiek op die besparingen. Vanuit de oppositie nu was die zoektocht naar geld in het begin niet vooral het gevolg van de zesde staatshervorming, waardoor bevoegdheden wel naar Vlaanderen zijn gekomen. Ook naar de andere gemeenschappen en gewesten, zonder dat daar de centen mee naartoe zijn gekomen. Met andere woorden, men heeft wel bevoegdheden bijgekregen zonder het geld en men moest het wel ergens gaan zoeken. Waarom vraag ik u dat? Omdat die zesde staatshervorming mee door Groen onderhandeld is. Ja, met die verstande dat we hebben die zesde staatshervorming mee onderhandeld, uiteraard. Maar we hebben wel niet beslist dat de bevoegdheden werden overgedragen met minder middelen. Toen zaten wij al lang niet meer aan tafel. Dat is beslist door de regering die aan de macht is gekomen. Ja, zegt u nu het vlinderakkoord, zoals het vlinderakkoord, werd genoemd, daar zat dat niet in? Nee, daar zat dat niet in. Het vlinderakkoord had wel degelijk de overdracht van de bevoegdheden. De beslissing om dat met minder middelen te doen is genomen binnen de regering Di Rupo toen wij al lang niet meer aan tafel zaten. Nu, ik geef grif toe dat dat één van de elementen is die financiën op Vlaams niveau hebben bepaald, maar ook niet alles. En u voelt zich blijkbaar ook niet aangesproken? Nee, ik voel me niet aangesproken. Over de verantwoordelijkheid van de gevolgen daarvan? Als ik niet aan tafel heb gezeten, dan ben ik ook niet verantwoordelijk voor een beslissing. Ik neem de verantwoordelijkheid. U had wel mee de staatshervorming onderhandeld natuurlijk. Hè? Ja, maar ik heb u net uitgelegd, niet de budgetten die daaraan vasthingen. De beslissing om het over te dragen met minder budget is genomen door de federale regering Di Rupo, die geconfronteerd werd ook met een begroting. En kijk waar ze nu staat, federaal. Met niet al te florissante cijfers. En daar zat Groen niet meer aan tafel. Toen waren we al van tafel weg, omdat we ook niet uitgenodigd zijn om in die regering te gaan zitten. Maar goed,
Belangrijk is nu dat die Vlaamse begroting op orde staat en dat we na 26 mei een ambitieus beleid kunnen voeren. Want er zijn wel een aantal repercussies geweest waar je de dag van vandaag het resultaat van ziet. En we hebben het daarnet gehad over de lijn. De besparing te veel bij de lijn heeft ervoor gezorgd dat die dienstverlening niet op peil staat. Dus na 26 mei zullen we daar toch wel stevig op moeten investeren. Ja. Nu, er is geïnvesteerd en partijen verschillen van mening over de manier waarop dat is ook normaal, zo werkt de politiek nu eenmaal. Maar welke keuzes hadden jullie gemaakt met een begroting in evenwicht en toch investeringen kunnen doen? Wat had u gedaan? Wel, we hebben eigenlijk een traject op in die zuurstofbegroting gestoken waar dat we veel minder en een paar keer meer in het rood zouden gegaan zijn om helemaal op het einde van de legislatuur naar evenwicht te geraken. We zouden meer geïnvesteerd. Had u gelegd? Wel, bij ons zaten de investeringen vooral op vlak van mobiliteit, omdat daar een grote knoop ligt, maar ook op vlak van alles wat te maken heeft met gezondheidszorg, toch zeker het Vlaamse luik, dus alles wat te maken heeft met gehandicaptenzorg, daar hadden wij meer investeringsmiddelen in gestoken. Die zijn er uiteindelijk ook wel gekomen, want er is ook een groeipad geweest door minister Van Deurzen ingesteld. Bij ons zou dat groeipad vroeger begonnen zijn en sneller naar een hoogte. En stel dat u na de volgende verkiezingen mee aan tafel mag, dan gaat u een aantal klemtonen leggen. Want ja, goed, de begroting is nu in evenwicht. Dan gaat u klemtonen leggen in die lijn? Wij gaan klemtonen leggen die te maken hebben uiteraard met klimaat, maar wel op een sociale manier. Want wij vinden het toch van belang dat klimaat iets is waar we iedereen in meekrijgen en niet de happy few. Wij gaan inderdaad ook klemtonen leggen op vlak van zorg. Dat hebben we ook al een stuk aangekondigd. Daar zijn de investeringsnoden hoog. Maar je kan ook al heel wat dingen doen binnen die Vlaamse begroting zelf. Je kan bijvoorbeeld de ondersteuning van bedrijven die nu gebeurt vanuit Vlaanderen, veel meer gaan focussen. We stellen eigenlijk vast dat na twee legislaturen Philippe Muiters verantwoordelijk op die post, dat de dag van vandaag er voor van alles en nog wat kan aangeklopt worden bij de Vlaamse overheid door bedrijven en dat de focus weg is. De focus zat er in de vorige legislatuur veel meer in. Als wij aan tafel komen, dan willen wij toch opnieuw die focus krijgen, net op die duurzaamheid, op die omslag naar een meer groene samenleving, waar trouwens heel wat bedrijfsleiders ook van overtuigd zijn. Ja. Politieke partijen maken politieke keuzes. Je kan ervoor zijn, je kan er tegen zijn. Maar goed, het is een keuze natuurlijk die gemaakt is. Hervorming van de kinderbijslag, ja, dat is afgerond. Modernisering van het secundair onderwijs, dat is ook afgerond. Jullie hadden wellicht andere keuzes gemaakt. Hebben we ook kunnen afleiden uit de debatten die hier zijn gevoerd. Maar goed, die dossiers zijn afgerond. Worden die opnieuw geopend of blijft het bij wat het is na de volgende verkiezingen? Dat zal een van de moeilijkste dossiers, zal onderwijs zijn. Ik vind dat er wel een antwoord moet komen op de vraag van hoe gaan we nu het onderwijs opnieuw gaan versterken. En maar er is dus, nog niet zo heel lang geleden gestaakt, hè? Ja, ik weet wel. Maar dus het zal inderdaad zaak zijn, denk ik, om naar wat rust te gaan in dat onderwijsveld, maar tegelijkertijd toch ook wel de noden die er zijn, noden in de klas, om daar toch te gaan kijken. Zodanig dat we hebben een plan op tafel gelegd, meer handen in de klas. Zodanig dat leerkrachten opnieuw kunnen doen waarvoor ze geëngageerd zijn, dat is lesgeven. Er zijn nu de dag van vandaag zeer veel taken die op leerkrachten worden afgeschoven, waardoor men niet altijd komt tot de fundamentele taak, namelijk lesgeven. En dus we willen daar toch wel op bijsteken. Maar ik heb begrepen dat dat iets is waar alle politieke partijen de dag van vandaag voorstander van zijn, dus dat hoeft ook niet zo lang te duren na 26 mei om daar een akkoord op te vinden. Nee, en heeft deze meerderheid nu werkelijk niet alle mogelijke zaken die te maken hebben met planlast weggewerkt, waardoor alles wat nu nog overblijft aan planlast eigenlijk vooral de verantwoordelijkheid is van scholen, inrichtende machten, koepels en dergelijke? Wel, ik denk dat we daar toch nog eens kunnen kijken of dat die planlast inderdaad niet toch nog een stuk naar beneden kan gaan. Ja. Ik hoor van op het terrein, en dat is gewoon van op het terrein, dat men toch vindt dat er toch nog altijd een aantal taken zijn, administratief, waar men zich vragen bij kan stellen of ze wel nodig zijn. Dus ik ben altijd bereid om daar ook wel in te gaan kijken. Het M-decreet, het is hier heel vaak gegaan over dat felbesproken M-decreet. Hè. Mensen en kinderen die eigenlijk bijzondere noden hebben, niet meer in het buitengewoon onderwijs onderbrengen, maar in het, laat ons maar noemen, het reguliere onderwijs. Een aantal partijen willen dat opnieuw bekijken. Vinden zij daar een medestander in Groen? Wel, in zoverre dat, en dat hadden wij ook, trouwens wij niet alleen, ook de collega's van de SPA hebben daarop gewezen in het parlement, dat de invoering van het M-decreet zonder middelen, zonder extra middelen, ja, dat leek ons eigenlijk niet te lukken. Wat
aan cours de route ook is gebleken. Dus het is goed dat we nu in een eerste fase middelen hebben bijgestoken. En wat ons betreft zal er opnieuw na 26 mei moeten gekeken worden van werkt dat M-decreet nu of zijn er opnieuw middelen nodig. Maar de ambitie om naar een zo inclusief... Is het vooral een kwestie van middelen? Het zal toch inderdaad vooral een kwestie van middelen zijn. Ik zeg niet dat iedereen geschikt is om in het reguliere onderwijs lessen te volgen. Maar we zijn ook nog altijd een grote verdediger van dat buitengewoon onderwijs. Maar als je naar dat inclusief onderwijs wil evolueren, dan zal er ook wel op vlak van middelen een tandje moeten bijgestoken worden. En ook daar zie ik dat de geesten toch grijpen en dat de meeste partijen daar toch wel van overtuigd zijn. Ja. Ja. Welke meerderheid we in die volgende legislatuur gaan krijgen, dat weten we nog niet. Heeft u ook al gezegd, maar uw partij heeft alvast een onderhandelingsteam samengesteld. Daar zit u overigens zelf in. Riskeert u niet het verwijt dat Groen te zegenzeker is door nu al te gaan denken aan onderhandelingen? Ik denk het niet. Laat mij eerst zeggen van we zijn bereid om die verantwoordelijkheid te nemen. Maar twee, het zou raar zijn dat een politieke partij die meedoet aan verkiezingen zich niet voorbereidt op elk scenario. En dus ook een scenario meerderheid voorbereidt. Ik denk dat ook elke partij dat doet. Elke organisatie die goed werkt, probeert zich altijd voor te bereiden op elk mogelijk scenario. Dus waarom zouden we dat doen? Het is geen arrogantie. Het is in mijn ogen geen arrogantie. Mensen die mij kennen weten dat dat een van de kwaliteiten is die ik gelukkig niet heb. Maar je bereidt je wel voor, want het kan best zijn dat je na 26 mei aan een tafel wordt gevraagd. En dan pas zouden we de hoon krijgen van mensen van ah, en ze zitten aan tafel, maar ze hebben zich niet voorbereid. Dus ja, wij bereiden ons voor op elk mogelijk scenario, zoals elke organisatie, elk bedrijf dat in Vlaanderen ook doet. Waarom ik dat vraag, krijgt Verriskeert Groen niet het verwijt om te zeker te zijn, is omdat ik de indruk krijg dat de aandacht voor klimaat al opnieuw een beetje aan het weg hebben is. Maar ik doe veel huisbezoeken nu in het kader van de verkiezingen. En ik moet eerlijk zeggen, als wij deur aan deur gaan, dat toch heel wat mensen bezorgd zijn om het klimaat. En dat die jongeren een hele beweging op gang hebben getrokken die veel dieper gaat dan hetgeen wat we op straat zien. En dus ik ben er wel van overtuigd dat klimaat één van de thema's zal zijn op basis waarvan mensen een keuze gaan maken. Ik leid dit af uit het aantal manifestanten op de klimaatmars op donderdag. Ja, dat neemt week na week af. Hè. Het is misschien ook vermoeiend om het wekelijks vol te houden. Wel, ik denk dat is er één, maar twee examens komen ook dichter. Ik zie bij mij thuis ook mijn oudste die toch wel wat zenuwachtiger begint te lopen en zich stilaan toch begint terug te trekken in zijn kamer om te studeren. Dus ik denk dat er ook wel mee te maken heeft, maar vergis u niet, die aandacht voor klimaat is het veel breder dan de donderdagacties van de afgelopen maanden. Ja. Nog één vraagje en die gaat over Jan Peumans, de voorzitter van dit parlement, die weggaat. Ik vond het opvallend dat hij u gevraagd heeft om, of iemand anders heeft u gevraagd, ik weet niet wie die vraag heeft gesteld, maar in elk geval, u heeft wel de toespraak gehouden namens het parlement. Men had het ook aan een partijgenoot kunnen vragen en het is de oppositie die dat dan mag doen. Hoe blikt u terug op die passage van Jan Peumans? Er wordt gezegd, het is een man die ook aandacht had voor de rechten van de oppositie. Dat is onmiskenbaar zo en ik moet eerlijk zeggen, ik beschouwde dat als een grote eer dat men aan mij komen vragen is vanuit het uitgebreid bureau, zou jij die toespraak willen houden? En voor Jan Peumans heb ik dat graag gedaan, om de heel eenvoudige reden dat ik denk dat hij een zeer goede voorzitter geweest is, die altijd de lat voor iedereen even hoog heeft gelegd en die de rechten van de oppositie wel degelijk ook erkende. Kijk naar wat er gebeurd is rond het mestactieplan, waar we gevraagd hebben aan hem, goed onderbouwd, waarom wij vonden dat het mestactieplan naar de Raad van State moest. En dat was geen makkelijke beslissing op het einde van de legislatuur en heeft de politieke moed gehad om dat toch te doen. En dus, ik moet eerlijk zeggen, ik hoop... Hij durfde ook tegen de regering ingaan, zelfs goed op partijgenoten. Na 26 mei dat we iemand hebben die op dezelfde manier met zijn parlement en voor zijn parlement gaat staan. En daarvoor, denk ik, kan je hem geen hulde genoeg brengen. Ja, hij gaat een doctoraat schrijven. U bent zelf historicus. Hij mag u bellen als hij advies nodig heeft. Wel, hij heeft mij gevraagd om in zijn begeleidingscomité te zitten. Dus ik probeer hem nu zoveel mogelijk te voeden. Niet met politieke literatuur, maar met geschiedkundige literatuur. Hij heeft gezegd, geef mij 7 jaar. Ik zou liever hebben dat hij het wat sneller doet. Maar goed, ik snap ook wel dat hij ook nog andere dingen wil gaan doen dan dat doctoraat. Oké, en wie op zijn stoel gaat zitten na de verkiezingen, dat zien we dan binnen enkele weken of maanden eerst. Verkiezingen, bedankt in elk geval voor dit gesprek, Bjorn Joska van Groen. En uw beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.